verschil tussen een torenkraan en een telescoopkraan? Nou, ik sta hier naast de torenkraan, dus kan ik het jullie even laten zien. Kijk, deze torenkraan, die staat hier best wel op een best krap straatje. En die kan gewoon goed boven het dak, achter het gebouw zijn. Maar op het moment dat je hier een telescoopkraan neerzet, loopt die eigenlijk vast daar tegen het stijgerraam. In het volgende filmpje zal ik een telescoopkraan laten zien. En dit is de telescoopkraan. En zoals je ziet, heeft hij meer afstand nodig om over dezelfde hoogte qua gebouw te komen. De telescoopkraan wordt eigenlijk ook alleen maar gebruikt voor echt zware gewichten.